Ik zou zeggen, geniet en kijk vooral naar aflevering 1 van deze nieuwe Planet Coaster serie. We gaan een pretpark bouwen. Let's go! Goedemorgen dames en heren, dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier vanuit Planet Coaster. Ik ben Quinka en ik ga vandaag de eerste aflevering opnemen van de Planet Coaster serie. Wij bouwen een pretpark. Alleen, ik heb nog geen idee hoe we dit pretpark gaan noemen. Maar ik moet wel wat dingetjes uitleggen. Zoals jullie weten, tenminste je weet het niet, ik ben niet goed in Planet Coaster in bouwen. Ik ben aan het leren, dus ik ben aan het upgraden. Ik ben steeds beter aan het worden en ik hoop dat ik dan op een gegeven moment heel pro kan bouwen. Nu hoop ik dat dit park mij daardoor extra motivatie gaat geven om dat te gaan doen. Want zoals jullie kunnen zien, als ik heel eerlijk ben, heb ik dit niet gebouwd. Ik ben echt enorm slecht in parkeerdingen en ik ben daar echt uren en dagen mee bezig. Maar de rest, dat kan ik op zich wel goed af. Gebouwtje bouwt ook niet heel goed. Ik zal af en toe wat dingen van de workshop gebruiken en af en toe wat toolkit items. Maar ik ga proberen zoveel mogelijk dit park van mezelf te maken. Maar ik denk dat we maar het beste kunnen gaan beginnen met de... Ik zit te wijzen, je kunt het helemaal niet zien. Ik kan het hier laten zien. Het beste kunnen gaan beginnen met natuur. Misschien wel belangrijk. Ik denk dat hier het midden wel echt het beste is dat we even mee gaan beginnen. En dan hoop ik dat het wat wordt. Ik zou zeggen, geniet van deze timelapse. En ik zie u bij de overpraat. Ik noem het eigenlijk de overkast. Tot zo. Zo mensen, we zijn aangekomen bij het bouwen. We gaan beginnen met de bosjes en de natuur. Dat vind ik natuurlijk heel belangrijk voor een pretpark. Als je natuur plaatst, dat is eigenlijk een van de belangrijkste elementen van een park. Ja, zoals je weet ben ik niet zo heel goed in bouwen. Ik ben wel iets beter in natuur, dus ik vind dat echt super leuk om natuur te doen. Dus een beetje bosjes plaatsen en wat boompjes erbij, bankjes erbij. In deze aflevering was ik ook bezig met wat bankjes te plaatsen en lampen. Maar daar was ik alweer mee gestopt, omdat ik dacht van ja, ik wil eigenlijk niet dat die mensen hier gaan hangen, want dit is het intreegebied. En als mensen daar blijven hangen, ja, dan is het niet goed voor je park. Dan lijkt het net of dit je park is, zeg maar. Dus ik wil eigenlijk dat echt mensen pas binnenkomen. En dan pas kunnen gebruik maken van zitgelegenheid, behalve bij de ingangplaats natuurlijk. Want ja, nu heb ik al een soort van plazaatje gemaakt hier met allemaal bankjes en dingetjes. Nou, dat vond ik nou niet echt heel tof. Maar zoals jullie kunnen zien, het gaat aardig goed. Het was, dit is letterlijk 1,5 uur aan beeld. Dat zou je niet geloven, maar dit was echt gewoon 1,5 uur aan beeld. En het is nu maar 3-4 minuten geworden. Echt bizar. Ik had hier ook gelijk een pontje gemaakt, want hier komt later een attractie in waar je zeg maar met een bootje kan varen langs deze geul. En dan hoop ik dat ik misschien nog ergens een steiger kan maken met daaraan wat effecten. Een soort van, ja, ik weet niet of die kende Jaws, weet je wel. Die heeft soms van die dingen, dan gaat zo'n bootje en dan ontploft wat of dan gaat opeens vuur of iets anders. Nou, dat was ik eigenlijk van plan om dat daar te gaan doen. Maar dat liep niet helemaal precies zoals gepland, maar daar kom ik later op terug natuurlijk. Ik moest eerst de natuur doen van dit gebied en zoals je kan zien gaan we lekker snel overal doorheen. Zodat het niet te saai is, want ik weet dat 3 uur kijken naar beelden hoe ik boompjes plaats is niet echt saai en niet echt leuk. Maar ik zorg ervoor dat bij de volgende aflevering dat jullie wat langer kunnen genieten. Want ik heb namelijk deze 2 afleveringen van tevoren opgenomen. Dus de comments die jullie hebben geplaatst, die komen in aflevering 3 komen die aan bod. Dus daar hoef je in ieder geval geen zorgen op te maken dat ik jullie negeer, want dat doe ik niet. Ik heb ook een klein medewerkershuisje geplaatst. Helaas heb ik dat niet zelf gebouwd. Ja, ik ben niet goed in bouwen. Ik ga dat allemaal leren. Komt allemaal nog. Dat doe ik wel behind the scenes. Want anders ben ik echt 3 uur aan het opnemen voor iets wat jullie wat uiteindelijk toch weer gesloopt wordt. Dus dat is dus vandaar. Ik heb dat medewerkershuisje daar geplaatst. Omdat ik gewoon wil dat de medewerkers ook buiten het park gewoon zo van realistisch dat ze uit hun auto komen. Weet je, want dat ze dan naar hun werk kunnen. Want ja, dat is eigenlijk de bedoeling van dit park een beetje. Het is een soort van kleine tripsrail hashtag. Zoals ik ook nog meer als voorbeeld genoemd. Ik weet even niet nog een voorbeeld. Een soort van tripsrail Blackpool Pleasure Beach. Ja, dat was het. Dus ga ik een beetje gethematiseerd. Leuke dingetjes en niet overly teamed. Bij de volgende aflevering kun je ook gaan zien dat ik aan attracties ga beginnen. En dit was het al. Dit was het al. Holy shit. Zo dan mensen, we zijn aangekomen ja, bij het einde van het eerste deel. Ik heb net echt bijna 1,5 uur lang, dat hebben jullie niet gezien natuurlijk, 1,5 uur lang heb ik natuur gebouwd om dit intreegebied wat mooier te laten lijken. Ja, weet je, ik vind het op zich wel mooi gelukt eigenlijk als ik eerlijk ben. Ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden over dit hier. Maar je kan misschien nog wat dingen toevoegen, want je weet, je zag het al misschien gebeuren met die hekjes, ging het niet helemaal lekker. Maar voor de rest vind ik het echt wel leuk eruit zien zo. Oprecht. Ik ben er echt wel trots op eigenlijk zo. En als je dan hierheen gaat,
Loop je over dit pad. Hier moet ik nog wat dingen doen, zo te zien. Nog overgeslagen. Heb hier een staff building. Hier lopen dus al de mensen van de staff lopen hierheen. In het park komen ook heel veel van dit soort gebouwtjes. Ja, ik ben niet goed in bouwen, maar ik zou ook wel eens gaan proberen om zelf iets te bouwen. Want het gebouwtje vind ik altijd leuk. En trouwens, een kleine disclaimer. Achtbanen bouw ik sowieso zelf. En stations van achtbanen. Soms, trouwens, stations niet altijd, maar meestal wel. En ja, je snapt wat ik bedoel. Dat zie je vanzelf wel. Maar zo ziet het er tot nu toe uit. Hier heb ik ook een soort van waterpontje gedaan. En hier kan je dan... eventueel kun je nog een attractie doorheen gaan. Die dan wel een stuk buiten het park. Maar ja, dat zie je niet echt duidelijk als je hier overheen vaart. Ik kan nog wat van special effects toevoegen. En ja, aan deze kant is nog niks aan gedaan in principe. De parkeerplaats is in ieder geval wel netjes af. Ik ben hier echt heel blij mee als ik het zo zie. Eigenlijk de bedoeling van het park is een beetje... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Het is een mix tussen... een duinruil, een mix tussen een tripsdrill. Het is eigenlijk een soort van een heel klein parkje. Beetje skeerachtig. Ja, het is natuurlijk mijn eerste park. Ik ga geen themapark bouwen. Beetje oude attracties. En dan op een gegeven moment in de loop der tijd komen er wat nieuwere achtbanen bij. Dus een beetje achter in het park. Veel gericht op familie. En ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Dark Rides ga ik ook proberen zelf te bouwen. Die ga ik niet kopiëren, ga ik zelf bouwen. Dus dat wordt ook een leuke challenge. Maar ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar aflevering 1. In de volgende aflevering gaan wij door met het gebied upgraden. Dus dan gaan we zeg maar hier achter het park gaan we dan beginnen. En ik ben echt benieuwd hoe ik dit ga doen, jongens. Ik heb echt oprecht 0-0 wat ik moet doen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar aflevering 1. Doe een duimpje omhoog voor de aflevering 2. Die komt dan weer volgende week online, of niet. Ligt eraan hoeveel likes aan. Want we gaan namelijk bij de 15 likes komt aflevering 2. Nou, dat is hartstikke makkelijk natuurlijk, jongens. We kunnen echt wel de 15 likes halen. Kom op, even liken. Kom op, even liken. Laat ook weten wat je nog meer in het park wil zien. Heb je ook een leuke naam voor het park? Dan laat het vooral weten. Dan gaan we de leukste naam uitkiezen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video op Quinka.